Op initiatief van Buitengewoon Almere wordt in Almere Buiten elke donderdag een maaltijd geserveerd aan minima. Het initiatief houdt in dat wij gezonde maaltijden maken van voedseloverschotten. Voedseloverschotten halen we op lokaal. We verwerken het ook lokaal tot gezonde maaltijden. En die distribueren we naar de minimumhuishoudens. Buitengewoon Almere is een samenwerkingsverband tussen allerlei organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding. Dit project is begin dit jaar opgezet. We zijn begonnen in Almere Buiten met groot succes. En we rollen nu uit naar Almere Stad en naar Almere Haven. En wat er hier zit, zit vanavond in Almere Buiten te genieten van een heerlijke, gezonde maaltijd die vandaag voor hun gekookt is. Daar is een club vrijwilligers de hele dag druk mee geweest. De producten worden opgehaald bij de lokale supermarkt en dan verwerkt. Met onze fantasie van wat wij willen gaan, wij maken maaltijden van. Als het tekort is, dan moeten wij zelf gaan kopen. En hier, wat gaan we hier dan precies van maken? U gaat lekker gewoon vlees bakken en... Vlees bakken. Daarnaast hebben we ook bloemkolen voor vanavond en aardappelen. Ook de mensen die de maaltijd bereiden komen uit de buurt en hebben baat bij het project. Ze werken met liefde voor anderen. Omdat ik het fijn vind om oudere mensen te helpen, sowieso. En ja, wat moet je thuis doen? Ja, het is ook voor uzelf dat u wat te doen heeft? Ik vind het zelf heel erg fijn. Ik voel me hier dat ik nuttig ben, zeg maar. Beter als thuis zit. Vandaag is het Hollandse pot. Aardappelen, bloemkool en vlees. En dat wordt goed ontvangen. Het eten is goed. Ja, er is niks op aan te merken. Ze hebben hun best gedaan, vind ik. Komt u hier vaker? Ik ben zowat als kind in huis hier. Ik kom heel veel hier. En waarom komt u hier? Ook voor de gezelligheid en zo, ja. En thuis ben ik alleen. Dus hier wordt alles voor me gekookt en dat vind ik wel lekker. Ja. Dat is leuk dat je met z'n allen kunt eten. Ook, ja, de gezelligheid zo, met de mensen. Kookt u thuis wel op de andere dagen? Nou, zelden. Het draait meestal uit brood. Ja, en dan is het wel gezond als je hier kan eten. Hier zijn het vooral alleenstaande ouderen die komen eten. Dat is niet overal zo. Nee, dat is niet bij alle groepen zo. Waar we naar hebben gekeken zijn locaties waar deze minimumhuishoudens op binnenkomen. En ja, die variëren in leeftijd van 0 tot, ik weet niet precies wat hier zit, maar ik denk wel oud, senioren. En in al deze lagen van de leeftijden van de bevolking zijn we bezig om hun te activeren.